Koninginnedag 2012 hebben in Utrecht 45 mensen een koninklijke onderscheiding gekregen. Een koninklijke onderscheiding krijg je als je al decennia lang vrijwilliger bent. Minimaal 20 jaar lang, minimaal 10 uur in de week. Wat doet dat lintje met je? Ik vind de waardering die de mensen hebben uitgesproken door middel van mij voor te dragen voor zo'n lintje. Nou, dat vind ik geweldig. In een huwelijk zijn man en vrouw één, al 47 jaar. Dus hopelijk voelt u ook toch dat u dat lintje ook gekregen heeft. Mag ik het zo zeggen? Ja, mag u rustig zeggen. Nee, ik vind dat hij dat lintje gekregen heeft gewoon. Hij heeft het ervoor gedaan, hij is voorgedragen, dus het is zijn lintje. En dat gun ik hem van harte. Bewonersoverleg Tannhäuser. Dat is een organisatie waar jullie gezamenlijk al heel wat jaren voor in hebben gezet. We zijn al sinds 1985 bezig voor de huurdersvereniging op de Tannhäuserdreef. We zijn druk met allerlei werkzaamheden. Maar op dit moment doen we natuurlijk nog heel veel dingen. Want veiligheid is nog steeds een hot item. Ja. Onderhoud is een hot item. En servicekostenafrekeningen is een hot item. En dan hebben we nog de afrekeningen van Eneco. Dat zijn allemaal zaken die er op dit moment nog spelen. Mm-hmm. En die van groot belang zijn voor alle huurders. En dat is hard knokken om daar de dingen voor elkaar te krijgen. Ja, er wel bovenop zitten, hè, om het voor elkaar te krijgen. Nou, goed, soms moet je een hele lange adem hebben om het ook voor elkaar te krijgen. ...46 jaar lang woonachtig in Overvecht. Dan hebben jullie een heleboel zien veranderen. Wat is er zo veranderd? De mensen, je hebt heel veel zien komen en zien gaan ook weer. Dat is natuurlijk het geval. Toen wij hier kwamen wonen, hadden we vrij uitzicht op de spoorbaan. Toen werd daar dus een katholieke kerk gebouwd, die later overgenomen werd als moskee. En dat is helemaal niet erg, dat is allemaal prachtig. Alleen waar ik helemaal niet blij mee was, was het feit dat er nog een etage bovenop kwam. Dus wat het uitzicht wat we hadden, werd teruggebracht tot één hoge muur, waar we dus opkeken. Het is echt helemaal droog. U bent ook heel sportief, u gaat regelmatig fietsen op woensdagmorgen. Ja, is heel leuk. Wij noemen dat vanuit de club, we noemen dat dikke banden fietsen. En de bedoeling van dat dikke banden fietsen is dat er gewoon gewone mensen die gewone manier fietsen meegaan. En niet mensen die op racefietsen rijden. Ze rijden er wel bij, maar het is niet de bedoeling dat het voor die mensen is. Het is gewoon voor mensen die op plezierige manier willen fietsen en die het eigenlijk niet alleen durven. Wat vind je zo geweldig aan Jon? Zijn optimisme, zijn vrolijkheid en het feit dat hij zich ook overal weer opnieuw instort om weer dingen opnieuw op te pakken. En dat waardeer ik heel erg. En hij ondersteunt me heel erg in de praktische uitvoering van allerlei dingen, ook gewoon in het huis.